Hartelijk welkom bij weer een video. En dit keer over de Ortur Lasermaster 2 15 watt. Alle spullen liggen hier op de tafel uitgestald en het is tijd om te gaan bouwen. Er is een handleiding bij met een QR-code. Daar heb je natuurlijk op je PC niet zoveel aan. Maar er staat ook gewoon een internetadres bij. En daar kun je alle details downloaden en dergelijke. En in die details wordt onder andere genoemd over een video over het samenbouwen. Nou, daar hoef je je niet druk over te maken. Er zijn ongelooflijk veel video's over het bouwen van het apparaat. Maar ik wil het graag doen volgens de officiële handleiding. En dus heb ik de handleiding erbij gehaald. Weliswaar de Duitsstalige handleiding, dat vind ik iets prettiger. Maar dat maakt verder niet uit. En die handleiding die gaan we volgen. Ik ga even wat ruimte maken. Dus ik ga om te beginnen deze as wegleggen, want die heb ik nog niet nodig. Ja, rustig aan de kant. Ook alle losse schroefjes en dergelijke een beetje aan de kant schuiven, zodat ik ruimte krijg. Al zullen we er al een aantal van nodig hebben in het begin natuurlijk, dat is ook duidelijk. Zo. Het begint met een 540 mm extrusie. En daar moeten we de verbindingstukken in de sleuf schuiven. En dat zijn deze. Dit zijn die verbindingstukken. Even kijken of ze aan allebei de kanten iets hetzelfde zijn. Dat zijn ze niet. Dus ik ben even benieuwd. In deze zit als boorlog en de afsparing voor bevestigingsschrouwen bevinden. Deze winkel biedt er nog niet vestschrouwen. Oké. Okay. Dat is een aardige. Dus hij moet er hierin. Dat is wat er moet gebeuren. Maar de vraag is even, hoe natuurlijk? Nou, er is gelukkig een vrij gedetailleerde plaatje ervan. En als je goed kijkt, zul je zien dat zeg maar die hoek niet helemaal exact hetzelfde is. Nou, als je heel goed naar het plaatje kijkt, dat is dus ook wat je moet doen, dan weet je ook hoe je hem erin moet schuiven. Want daarbij zien we dat hij zo zomaar in die extrusie moet. Het is dit gedeelte hier, want er zit dus een gedeelte wat niet hetzelfde is, dat moet zometeen in die korte extrusie terechtkomen. Dus dat gaan we op die manier ook doen. Even kijken. Hier zit ook de uitsparing voor de schroef. Daar niet. Dus met andere woorden, hij moet er zo in. En dat aan allebei de kanten. Dus aan de andere kant precies hetzelfde. Nog een keertje. En dat moet dan als volgt zijn. Even terug naar boven. Goed zo. Dan pakken we de twee met 460 mm. Dat zijn de korte. Schieben is niks. Je hebt wel twee viereckige ramen moeten dan in het einde der schienen. Oké. Hier zitten dus ook geen gaten in voor het schroeven. Dus die zijn helemaal identiek. Dan moeten er twee van deze dingetjes in. Ik wil alleen even kijken hoe. 1. 2. Even goed kijken. Even naar het plaatje.
Oké, ja, dit is wel anders dan dat ik gedacht had. Gaan we even terug naar het vorige plaatje. Oh, hij moet natuurlijk verder naar binnen. Wacht even, ik snap het. Ja, deze moet er wat verder naar binnen worden geschoven. Zo. En dan gaat deze. En dan neem ik aan met die. Even kijken. Even ramen moeten. Ja, die is grappig. Want de vraag is dan dus, aan welke kant moeten deze nu zitten? He? Dat is natuurlijk de grappige. En ik vermoed aan de buitenkant. Want daar hebben ze dus geen tekeningetje van gemaakt. Dat is het grappige van dit verhaal. Ik weet niet of ik dat ergens zien kan. Ja, die moeten aan de buitenkant. Nou, dan is het eigenlijk ook onzin dat die zo vroeg al erin geschoven had en moeten worden. Maar oké, het zij zo. Dus deze komt hier op te zitten. Het profiel wordt natuurlijk weer daar opgeschoven. En dan gaat het om die. M5 25 mm. En 25 mm, dat zijn de lange. Nog eens even kijken of ik daar een mooie kruiskop voor heb. Vast wel. Ergens. Ja, dan maar even deze pakken. Oh, de andere kant op moeten natuurlijk. Die kan dus gewoon blijven zitten. Dit overigens is mijn wouwstick. Ik weet niet of je dat kent. Ik weet niet of ik het hiermee kan doen, maar dit is eigenlijk om technische middelen met een soort elektrisch schroevendraadje te kunnen bewerken. Dat ga ik proberen of ik dat hiermee kan doen. Zo. Ja, oké. En dat geldt aan de andere kant hetzelfde. Ook hier dus twee van deze boutjes in. Ik snap dat het moeilijk te zien is over een afstand, maar nogmaals, hier zijn video's genoeg van te vinden op het internet, dus maak je daar niet druk om. Even deze naar de zijkant, zodat we iets meer ruimte krijgen hier. En ook hier. Een 2,5 mm schroef. Zo. En als het goed is, hebben we nu een U-bochtje met aan beide kanten twee van die boutjes erin. Bitte warten Sie, dass die Winkel sich auf die gegenüberliegende Schiene. Das Aluminiumprofil. Oké, dan gaan we even naar het plaatje kijken of we dat goed gedaan hebben. Ja.
dat hebben we goed gedaan. Oh ja, en dit zijn inbussleuteltjes. Want we kunnen nu zeg maar aan de binnenkant, die, dat noemen ze borgschroefjes, die kunnen we vastdraaien. Even recht overeind zetten. Dat is één. Dat gaan we hier ook doen. Drie. En dan heb ik er hier ook nog in. Dit zijn wat ze in het Engels noemen grub screws. Vast wel eens gehoord tijdens een bouw ergens van grub screws. Dat zijn van die verzonken ja, schroefjes. Ondertussen pak ik even een gewone schroevendraaier. Om zeg maar die twee schroeven hier op het uiteinde even goed vast te zetten. Maar dat hebben ze al aardig goed gedaan. Dat heeft mijn... Ja, dat zit goed vast. Oké. Goed zo. Gaan we verder in die handleiding. Neem nu de twee laatste hoeken. Ik lees het even helemaal af hoor. Dat is even. Ja, dat is eigenlijk hetzelfde verhaal als we het tot nu toe gehad hebben. Oké, dus we gaan het laatste profieletje doen. En dat is hetzelfde verhaal. Even goed oppassen dat ik hem goed plaats. En daarvoor ga ik weer eventjes terug naar de eerste pagina. Want daar hadden we die, dat plaatje met hoe precies dat winkelhaakje erin moest. Ja, oké. Duidelijk. Hij moet er zo in. En dat geldt ook voor deze. Zo, draai ik hem even om. Zo. Aardig onder spanning trouwens. Maar oké. Dan gaan we weer dezelfde truc uithalen. Dat is één. En gelijk even vast aan. En dezelfde bout aan de andere kant. En dat zei ik al, die staat enigszins onder druk. Even anders gaan zitten. Zo. Die even aandraaien. Zo.
En dan pakken we weer die, die Allen key. Zet hem even overeind. En draaien wederom de hoeken vast. Eén kant. Die zit vast. En de laatste. En die zit ook vast. Ja. Nou, dan kunnen we weer. Dat hebben we al gedaan. Eerst wat ik even ga doen. Ik ga even kijken of ik een meetlintje krijgen kan. Ergens, momentje. Zo. Ik wil even kijken of het allemaal gegaan is zoals het hoort te gaan. Daarbij meet ik even de hoeken. En ik weet dat ik niet precies de keurige rand heb, maar dat 68 beter gezegd, want ik had 10 minder. Ja hoor, dit is keurig haaks. Daar is niks mis mee. Oké. Okay. Oké, dan gaan we nu deze as erop plaatsen. En ja, dat is even een gevoelskwestie, zeggen ze. Als ik hem dus zo plaats, zit de voorzijde. Als ik hem zo plaats, zit de achterzijde. Het maakt eigenlijk niet zoveel uit hoor. Alleen wat van belang is, is dat hij in deze richting geplaatst wordt. Want de ene kant dus is langer dan de andere kant. Dus dat is even. In het plaatje is goed te zien hoe die extrusie in elkaar zit. En hoe die er dan uit komt te zien. Aan die kant is het goed, aan deze kant is het bijna goed. En voilà, die zit er al op. Okidokie. Ja, maakt nog even niet uit wat de voor- of de achterkant is. Laten we dat even voorop nemen. Volgende stap, stap 7. Neem je nu die antrepsriemen met twee füßen. Ja. Oké. Okay. Dus we hebben twee voetjes nodig. Dat zijn deze. Hoppakee. En dit is de achterkant, dus dat is ook correct. De riemen. Die heb ik hier. 1 en 2. Dan de grote schroeven. 4 stuks. Dat zijn deze. Oké, ja.
En even kijken, want Unterlegscheiben, dat zijn waarschijnlijk de ringetjes. Oké. En dat heeft met de riemen te maken. Eens even kijken. Je ziet dat in die voetjes ook een sleufje zit aan de bovenkant. Dat sleufje gaat straks die riem doorheen. En die riem, daar moet ik alleen even naar kijken, is die, ja, de ribbeltjes van die riem. Hè, die riem die heeft aan de ene kant ribbeltjes en aan de andere kant is die glad. Die ribbeltjes zitten naar de onderkant. Dus ik moet hier die riem doorheen halen. Even kijken hoor. Zo. Dat is redelijk strak. Kijken. Goed. Ja, riem er doorheen halen. Dan zitten hier, als goed is, ook die moetertjes, die moertjes in, die dingen. Dan moet ik zeg maar één van de schroeven. En dat is degene die daarin komt te zitten. Die wordt er gewoon ingeschroefd en aan de andere kant moet het ringetje eronder. Want daar komt straks de riem doorheen te lopen. Dus als je dat niet zien kan, sorry. Er zijn heel veel video's op het internet. Het spijt me. Als je dat dan niet bij mij gezien hebt, dat excuseer ik mij voor. Pak weer even mijn mooie tool. Zo. Draai hem er even losjes in. En aan de andere kant moet deze eronder zitten, moet dat ringetje eronder zitten. Waarom? Dat gaat die riem vasthouden. Ja? Dus die riem gaat vast worden gehouden door dat ringetje. Zo, die ring zit en de riem zit. En dat ga ik aan de andere kant net zo doen. En ik heb inderdaad de zaken op de goede kant zitten. Dat is ook belangrijk om te weten, hè, dat alles aan de goede kant zit. Andere kant doen we precies zo. Ook daar gaan we de riem er doorheen halen eerst. Ik heb geen idee van hoe ver er uit mag steken, dus ik doe maar een centimetertje of twee om te beginnen. Pak ik de eerste schroef en zorg dat die vastgezet wordt. En doe dan degene met de ring erin. Zo. Prima. Even kijken of ik dat al vast mag draaien. Ja, de ene wel, de ander niet. Dus deze mag vastgedraaid worden. De ander nog niet. Ondertussen wordt het slecht weer hier, dus het is ook een mooie dag om dit te doen. Oké, dat hebben we gedaan.
En nou moeten dus die riemen op de juiste manier er doorheen worden gevoerd. En dat wil zeggen, aan de ene kant onder het wieltje door. Dat wordt even pielen. Dus even pielen geblazen. Rotstreek. Zo makkelijk is dat nog niet. Goed. Gaan we daar even mee beginnen. Eerst de eerste. Dan moet die. Dat kan zien, maar er zit hier nog een wiel. Probeer hem te draaien voor je. Er zit hier nog een wiel en daar moet hij overheen. Zo. En dan weer onder dat andere wiel door. Dat zal waarschijnlijk minder moeilijk gaan. Misschien even wat ruimte creëren. En dat moet dus zometeen voor die andere kant ook gebeuren. Zo, die zit op zijn plek. Draai ik hem om. En aan de andere kant moet hetzelfde. Nu zie je het ook vanaf de andere kant natuurlijk, dat is ook duidelijk. Eerst eronder door. Dan zien dat ik hem omhoog krijg. Had ik hem maar net niet goed te pakken. Dus dat is even pielen. Ja, daarom zeg ik van een kwartier. Dat is leuk dat ze dat roepen. Dat is als je het al 30 keer gedaan hebt, denk ik. Dan zal het wel in een kwartiertje lukken. Die inschatting heb ik wel. Zo, daar komt hij. Zo. En de andere kant er onderdoor. Daar komt hij aan. Ja, die zit ook goed. Zo. Okidoki, dan kan ik hem omdraaien, want nu gaan we de andere kant doen. De andere kant wordt iets lastiger. Want nu krijgen we onder andere de eindstop die gemonteerd moet worden. Even kijken. Dan moeten we het derde pootje gaan doen. Het is aan die kant. Dat is geen probleem, dat is dezelfde truc als we tot nu toe al gedaan hadden. Dus, wederom. Kabeltje door, of de riem doorhalen. Oké. Even kijken waar jij zit. Een boutje, die kant op halen. Weer even twee schroeven erbij en het ringetje, want dat is dan degene die dan ook hier weer bij gebruikt moet worden. Even kijken. Het is natuurlijk iets lastiger nu omdat die riem iets strakker is, maar het valt allemaal wel mee. Deze mag dan weer worden vastgezet.
even oppassen. Nou, eerst inderdaad het vastzetten van die laatste schroef. Dan een stukje erin draaien. Nee, dat wil hij niet. Het gaatje is net iets hoger, zie ik. Oké. Heel even kijken hoe dat precies zit. Het zit niet helemaal lekker. Je zou verwachten zoiets. Dat zit niet helemaal lekker. Dus even oppassen voor ik de schroef kapot draai. Zie je hoe dat komt. Het heeft hiermee te maken. Iets te ver naar buiten geplaatst. Dan zou dat dus nu wel beter moeten werken. Even met een gewone schroevendraaier doen dit keer. Ja. Oké. Prima. We hinken nog een beetje, zoals je ziet. Jetzt spannen Sie den Antriebriem in das Modul für den Endstopp. Even kijken. Oké, ze zeggen eigenlijk niks over het aanspannen van die riemen, maar dat moet natuurlijk wel gebeuren. En dus dat ga ik eigenlijk nu doen. Gelijk ook aan de andere kant even doen. Ik weet dat ik nog één hoek te gaan heb, hoor. Geen zorg. Het is alleen, als ik dat niet doe, dan zit hij ook niet echt strak. Even naar achteren schuiven. Aan die kant zit die riem strak. Aan die kant zit hij al wel strak, maar nog niet ingespannen, zeg maar. Gaan we hem weer terughalen naar deze kant, want we hebben nu de andere hoek te doen. En dan zijn we er ook alweer bijna, hoor. Het gaat relatief snel. Oké. Die zit erin. En nu komt de module voor de eindstop.
Dat is deze hier. Oké. Daar is die laatste extrusie voor, dat is deze. Dan moet hij daar doorheen worden gehaald. Hier zit een gaatje in die eindstop. Ja. En dan moet die eigenlijk bijna gelijk gezet worden met het einddeel. Want als ik dat op het plaatje zie, dan is dat bijna aan het eind. Ja. Nog even een kluifje. Bovendien, hij moet gespannen worden, dus dat is ook wel een. Even eruit draaien. Ongeveer dat dit de goede plek is. Nee, hij moet strakker. Maar dat kan ik eventueel zometeen ook aan de andere kant doen hoor. Laat ik dat. Hoppakee. Ja, de kunst is om dat op een goede manier. Aan te spannen. Dat zou beter moeten zijn. Even strak houden, dus dat is wel even van belang, zodat hij ook goed zit. Dan moet hij nog een stukje naar achteren. Oké. Volgens mij zit hij redelijk zo. Oké. Ja. En ook een beetje op dezelfde afstand volgens mij. Dus ik denk dat ik hem redelijk heb zitten. En hij loopt goed over zijn rollers. Okido. Nou, prima. Zijn we er natuurlijk nog niet mee. En nu komt het moederbord. Met de laatste twee M-schroeven. Schroevendraaier. Niet helemaal aandraaien, is niet handig. En de laatste schroef. Ik schuif even naar achter zodat ik wat ruimte krijg. Want ik moet hem nu schuiven.
ongeveer. Oké. Zetten hem vast. Ik heb natuurlijk één ding vergeten. Dat is altijd. Want eigenlijk wil ik hier mijn geprinte onderdeeltje op hebben zitten. Kijken of dat zonder kan. Of ik hem erop kan klemmen, dat zou fijn zijn. So far so good. Aha, lekker niet. Maar ga ik hem daarvoor openmaken? Dat is de goede vraag. Dat denk ik dat ik dat niet doe namelijk. Het truc is namelijk, hoe krijg je hem er nu op? Ja, even doordrukken nog. Ja, daar gaat hij. Oké, die zit erop. Prima. Dus die heb ik er ook op zitten. Mijn vest uit. We zijn nog niet klaar. Want de elektronica en alles moet nog worden aangesloten. Eens even kijken. Ja. We gaan de motor bevestigen op de achterzijde hier. En wel zo dat de stekkeraansluiting aan de bovenkant zit. Daarvoor moeten we echter wel, en dat is natuurlijk ook weer hier even trucendoos. Daarvoor moet hier die, hoe heet het? Die kabel, of die band, die moet omhoog. Alleen even kijken van wat is wijsheid. Oké, nou, dat komt in elk geval goed te zitten. Dat is prima, daar ben ik al heel blij mee. Pakken we de kleine schroefjes. Pakken weer ons schroevendraaiertje. Ik weet niet of dat past. Ja, dat past. En gaan de steppermotor vastzetten. Pieter op achter zie je de uitrichting. Ja, dat is niet zo moeilijk. Het enige wat moeilijk gaat zijn is nu de onderste schroefjes te plaatsen. Oké. Dat is best een lastige namelijk, kun je bijna niet tussenkomen. Maar hij zit. Twee van de vier zitten er. Kom ook daar bij 3. Deze misschien vanaf onderen proberen. Ja, die zit ook. En dan nog eentje. Ja, moet je natuurlijk niet knop indrukken als je de schroef erop wil zetten. Dat is niet slim, Ronald. Even gewone schroeven draaien bij. Het is wel een klein schroefdraad, dus het is een beetje tricky. Ik moet even kijken of ik iets van een kleine schroefdraaier heb. Dat heb ik. Zo.
Oké. Nu moet ik alleen even kijken of die band strak genoeg zit, want ik vind hem wat losjes. Die kan ik dan eventueel aantrekken hier aan deze kant. Dan draai ik hem weer vast. Zo. Is de kabel wat strakker. Oké. So far so good. Dat is ook gebeurd. Die loopt keurig over zijn benodigde plekjes heen. Allemaal goed. Nu gaan we de laser plaatsen en daarvoor gaan we eerst de folie hiervan afhalen. Dat is altijd in een piel. Dus ik ben benieuwd of dat makkelijk gaat in dit geval. Ik weet niet of je het hoort, maar het is slecht weer. Ik heb net vanmiddag een 10 kilometer gelopen. Dat was nog keurig in de zon. Maar dat is wel voorbij. Net zoals dat dit lastig is. Even kijken. Ik heb ook nog maar heel weinig onderdeeltjes, dat kan ik je ook wel gelijk zeggen. En dat is ook correct. Nou zeg. Dat is echt altijd heel moeilijk. Al heb ik hier eindelijk een stukje gevonden waar ik iets meer grip op krijg. Ja. Eén kant lijkt nu los te komen. Het is wel mooi dat ze dit zo doen hoor. Ik vind ook dat het heel netjes geleverd is. Die is eraf. Nou, de andere kant nog. En die is, je raadt het al, net zo moeilijk. Maar als ik nou zo'n zuiden stukje kan creëren, dan heb ik hem zo eraf. Voorzichtig eraf pellen, want anders blijf je aan het rommelen met die handel. Dit is namelijk heel vervelend, ik ken dit uit andere dingen. Maar ook die gaat er goed af. En dan hebben we nu de acrylplaat waarop de motor terecht gaat komen. We gaan de motor erbij halen. Of de laser, ik kom bij motor. Laser. Dit is de laser die ik hier heb. Met dat stalen blok. Die daarin gaat dus. Daar had ik dat ding voor geprint. Dan kan ik hem ook niet kwijtraken. Oppassen met die elektronica, ze hebben het heel erg stevig verpakt. Zit daar nog wat in? Hoor ik dat nou? Ja, daar zit nog wat in. Niet kwijtraken. Dat is de stelschroef aan de achterzijde. Waarmee je hem hoger en lager kunt gaan zetten. Mooi systeem trouwens. Zie ik nu al. Ja. Prachtig systeem. Ja. Want dat betekent... Hij gaat zo worden geplaatst met de tekst aan de voorzijde.
Dan moet ik even gaan opletten. Hoe wordt de houder nu geplaatst? De houder gaat op de kop. Ze zitten hier in de onderste. Oké. En dat zijn deze twee kleine schroefjes die daarvoor gebruikt gaan worden. En die moeten dan op de onderste komen. En dat zal dus, want het is dat schuifsysteem hier. Hier komt straks zeg maar die stelmoer in te zitten. Het lijkt wel of die op de kop zit, joh, maar. Want bijna al die video's die ik gezien heb, zit die stelmoer aan de andere kant. Maar hier dus niet. Ja, dat kan je wel omdraaien, maar. Had ook niet zoveel zeg, zou ik dan maar zeggen. En zo kan je hem niet plaatsen. Je kan hem alleen maar zo plaatsen. Dus nou ja. Ik leg dus de laser op zijn kop neer. Hem daarop. Want als ik het goed bekijk. Moet die door de onderste twee. Dus deze. En die. Dat betekent dat die zo geplaatst gaat worden. Komen we weer met ons schroevendraaiertje. Okidoki. Gaat even goed vastzetten. Zo. Die zet erop. Die bout moet er dus achter komen, die komt hierin te zitten. Even kijken of ze daar ook nog. Zie je, want daar hebben ze het helemaal niet over, dat kleine schroefje. Dat komt omdat de eerste versie van deze laser, die had een. Die moest je zeg maar stellen met die schroef hier. En dat is niet meer zo. Je stelt hem nu in de hoogte door hem zeg maar omhoog dan wel omlaag te schuiven. Waardoor ze dus die stelschroef aan de zijkant gemaakt hebben. Ik zet hem daar even op vast. Ergens, dat maakt even niet uit waar. En dan kan ik hem hier gaan plaatsen op zijn houder. Ah, dat is al wel weer een aardige. Misschien handiger om deze dan niet in die te plaatsen, maar eentje hoger. Ik doe dat al vooraf, omdat ik niet weet wat makkelijk is om er straks bij te komen. Dat is even de vraag. Even kijken als ik hem nu plaats. Ja, nu heb ik wat meer ruimte. Want wat ik ga doen, ik ga hem dus plaatsen. Dan zie je hier die bouten zitten. En daar komt. Daar komen deze kapjes, deze kapmoeitjes op te zitten, zeg maar. Het enige wat me nu een beetje opvalt, is dat die. Hij lijkt wat voorover te hangen. Hoe komt dat? Die loopt keurig in zijn rail, die loopt in zijn rail. Dus je zou zeggen. En dit kan niet op een andere manier zitten, dus het is een beetje raar. Apart, in elk geval. Nou goed, misschien dat hij zich recht trekt door die vier schroeven die erop, of die vier bouten die geplaatst worden. Misschien hoort het ook wel zo. Geen idee. Maar je zou zeggen dat hij een beetje krom lijkt te zitten. We gaan even die vier dingen erop plaatsen. Klein beetje, eventjes met de hand. En dan zometeen met de moersleutel.
twee aan deze kant. Zo. Ben ik nou blind of wat is dit? Ja, hij lijkt me wat naar voren te hangen. En dat komt omdat deze enigszins schuin zit. Apart. Nee. Laat ik ze eerst maar eens vastzetten. Misschien hoort het ook wel hoor, dat je onder een hoek moet laseren. Dat wil ik van afwezen. Die twee heb ik gehad. En deze doen. Daarvoor draai ik hem even naar me toe. Zo, die zit. En de laatste. Zo. Er zit ook iets wat beweging in. Misschien daardoor. Apart. Vind ik dat. Nu je zou verwachten dat hij iets verder recht is. De oorzaak zit echt in de extrusie die iets wat schuin afloopt naar beneden. Ik ga toch even kijken of ik dat. Ik heb natuurlijk net deze los gehad. Die zit nu wat rechter, lijkt me. De andere kant nog niet. Kijk, nou zit hij recht. Oké. Dat is wel iets om rekening mee te houden dus. Dat je oppast dat je laser recht komt te zetten. Want nu zit de laser recht. En dat zat hij straks niet. Oké, nou goed, hij zit. Ja, nu natuurlijk de elektronica. En daar moet ik een beetje mee oppassen. Want ik heb gezien dat, zeg maar, met name voor die endstop er een nieuwe instructie is, zeg maar. Dus daar moet ik even rekening mee houden. Plus dat ik bij die kabelbinders natuurlijk eigenlijk deze kapjes wil gaan gebruiken. Waarom wil ik dat?
Ik heb gezien bij filmpjes dat die kabels een klein beetje gaan slepen over het object en dergelijke. En door die kabel als het ware omhoog te drukken, is die kans natuurlijk vele malen kleiner. Dus dat is eigenlijk de achtergrond waarom ik dat juist wil. Oké. Daarvoor zal ik ook even moeten gaan kijken naar hoe dat precies in de handleiding van het geprinte gedeelte staat over hoe dit aangesloten wordt. Ik zie hier bijvoorbeeld, hieronder zit een gaatje. Daar zit een gaatje. Oké. Ik stel voor, dat ga ik even allemaal doen. Dat gaat even tijd kosten. Ik ga dus de video even stopzetten. En dan, dit is allemaal prima gedocumenteerd hoor, wat ik nu doe. Dus maak je daar geen zorgen over. Maar dan kan ik even in alle rust die bekabeling gaan aansluiten. Dat lijkt me een verstandig plan. Ik ben zo beter hoor. Zo. Het zit in elkaar. Ik heb nog wel even wat voeten in de aarde. Vooral omdat ik zeg maar die kabelgeleiders wilde monteren. Uiteindelijk heb ik er niet meer als één gemonteerd. Want het is allemaal zo strak. Dat hij anders gewoon niet het hele oppervlakte van de laser kan gebruiken. Nu wel. Hij zat nu helemaal rechts achterin. Nu zou het mogelijk moeten zijn. Opbouw is klaar. Helemaal. Nou, is het alleen hopen dat ik niks kapot gemaakt heb natuurlijk. Dat is altijd even, als je zoiets gaat bouwen, even tricky. Dus wat gaan we doen? Ik ga hem aansluiten. Dus ik pak de netvoeding. En die ga ik aansluiten op de poort hiervoor. Daar zo. Ik weet dat je dat niet goed zien kunt op dit moment. Maar daar zit de aansluiting voor de stroom. Ik moet eerst even de kabel lospieleken. Want hier zat het plastic omheen los, zo te zien. Blijft China. Hè? Maar ik moet wel zeggen dat zeg maar, het op zich er wel goed uitziet hoor. Laat ik dat wel voorop stellen. Laat ik ze in zoverre credit geven. Dat verpakkingsmatig. En dat wat ik erbij zie zitten enzovoorts en hoe het in elkaar gezet wordt. Redelijk goed. Handleiding niet helemaal 100% zuiver, maar als je van tevoren een beetje inleest hierop, en dat had ik natuurlijk gedaan, dan ben je een gewaarschuwd mens. En gewaarschuwd mens stelt voor twee, zoals bekend. Dus vandaar. Kabel is een beetje aan de korte kant. Even kijken of ik bij mijn stopcontact kan komen hier. Beetje verschuiven. Nou, kom er onderdoor. Dat is beter, denk ik, dan op een andere manier. Nou, het moet maar even zo. Het is niet ideaal wat ik nou ga doen, maar het moet maar even. Stekker erin. Zo. Groen lampje op de stroomblok gaat branden. En nou, als ik hem aanzet, moet hij eigenlijk gaan homen. Dus ik ga hem aanzetten met de aan- en uitknop. En daar komt hij. Ja. Oké. Okay. En hij zit er ver genoeg vandaan. Dus dat is ook goed. Wat me trouwens opvalt, is dat er ook een RJ11, dacht ik dat het is, een netwerkstekker aan zit, dat je hem op het netwerk kunt aansluiten. Dat is wel apart. Ik wist niet dat het kon. Even kijken. Ja, dit zou het moeten zijn. Dus we gaan natuurlijk testen. Maar daarvoor moet ik software gaan installeren en dat soort dingen meer. En dan kom ik vanzelf een keer met een video daarover terug. Dit was het in elkaar zetten van de Arthur laser. Ja, het ziet er degelijk uit. Ik ga nog een beetje de handleiding doorlezen of ik eventueel nog ongeluk dingetjes vergeten ben, ja of nee. Ik denk het niet, maar je weet het niet. En dus check ik dat nog heel eventjes langs.
Het heeft geen zin hier, want ik had even vet erbij gepakt om bijvoorbeeld die balk hier in het midden, deze hier die je hier ziet, ja, moeilijk te zien, maar om die in te vetten, maar dat heeft geen zin. Het enige wat zin zou kunnen hebben, zouden wieltjes zijn. Maar daarvoor vind ik dat je ze los moet schroeven. Dus dat lijkt me niet zo handig om dat nu te doen. Dat was het voor deze video. We gaan hem in gebruik zien op enig moment. Niet op dit moment. Maar, en dan hoop ik dat je dat leuk gaat vinden. Tot de volgende keer. Daag.